Jullie, dit kunnen wij ook. Tijd om iets te gaan bakken. Op naar de winkel. Let's go. Welkom bij deze nieuwe vlog over tompoesen. Eten jullie wel eens een tompoes? En wat vind je ervan? Vind je het lekker? Op dit moment is er dus een hele raarse dat de krompoes in de winkel ligt. Wij hebben hem al getest. Staat ook op ons kanaal met een short. Maar ja, we hebben nu een hele leuke challenge. Een hele leuke challenge. We gaan tompoes en nog iets erbij in één. Bijvoorbeeld een tompoes en een kazan. Dat samen is een krompoes. Dus wij gaan zelf onze eigen krompoes, donutpoes, oreopoes, roskoekpoes, frikandelpoes. Gaan we allemaal zelf maken. Per item gaan we een cijfer geven, of het nou zeg maar een 1 tot een 10 is, wat wij dan lekker vinden. Laat jullie ook weten wat voor cijfer je zou geven voor bijvoorbeeld een frikandelpoes, of een donutpoes, of een poespoes. Die. En laat het weten in de reacties. En toen vielen jullie. Ik hoop niet dat jullie nu pijn hebben. Deze berg gaan wij dus tompoesen van maken. Maar eerst, wat we daarvoor nodig hebben inderdaad, eerst. Dus dit is allemaal opzij. Maar eerst wil ik even gewoon een normale tompoes maken. Dat sowieso, om het te proeven of de tompoes wel lekker zijn. Hier zijn de krakelingen, bakpoeder, glazuur volgens mij. Oké, laten we beginnen. Zo simpel kan het zijn. En? Tompoes. Volgende stap is het glazuur maken. En dit is dus het glazuur voor op de kromdom olie ding frikandelpoes. Oeh, dat ziet er wel goed uit, hè? Moeten we het nu heel even kort in de magnetron doen. A few minutes later. Ondertussen bakken we heel even een frikandel, want het wordt ook een frikandelpoes. Bakkersroom en glazuur. Nu gaan we aan de slag met de spuitzak. Dan moeten we hier de room in doen. Hebben we daar een lepel? Ja. Oké, doe maar. Gewoon een soort snoepzak van de Yamin eigenlijk. Ja. Komen jullie wel eens bij de Yamin? Had deze reactie. Helemaal vol moeten. Als jullie iets bakken, eet je dan ook stiekem van de lepel en van de vork? Kijk eens aan, perfect gelukt. De eerste mag Indy maken zelf. Die erop, erop. Oeh. En? Nu wil ik ook even proeven. Team amazing! Proeven. Volgende. Pompoes. Pompoes. Ja. Dat is een mooie. Een pompoes. Hopelijk wordt die lekker. Eerst dat en dan dat. Dichtvouwen maar. Het roze pakken. En erop smeren. Eet maar. Echt heel lekker. Pompoes. 9. Oké, volgende. Ja. Dompoes. Ja. Dat is wel lekker. Nee. Okay. Zal ik deze doen? Oh, jij kan dat mooi. Oké, laten we nu even elkaar? Dat op elkaar. Oeh. En daar gaan we. Twee dikke, dikke duimen. Net zoveel als op deze video natuurlijk. 200. Een cijfer. 3 miljoen. Dan van 1 tot 10. 1 tot 10. Ik vond eigenlijk de tompoes misschien. Ik vind deze lekkerder dan een tompoes. Oké. Ik ook een 10. Volgende. De banaan. Oh, maar dan ga ik het eten. Een banaanpoes. We hebben 2 halfjes banaan. Daar gaat het room op. Zou een banaanpoes, zouden jullie dit eten? Wie begint als eerst? Jij of ik?
Ik. Succes. Oh, waarom heb ik gezegd? Een 1. Oké. Okay. Ik geef het een 0. Ik vind het eigenlijk wel oké. Okay. Ik geef hem een 5. Even drinken hoor. Volgens mij vond zij niet zo lekker. Een Oreo-poes. Oreo. Boom. Kijk, 2 halfjes. Ik ben super benieuwd. Ik denk echt wel. Zo. Heerlijk. Op elkaar. Oké, okay, daar gaat hij. De eerste half van de Oreo check. En dat ben ik. Ach, dikke 10+. Echt een dikke 10+. Dit moeten ze echt maken. Oreo poes. Dus bij deze, maak een Oreo poes. Als je dit ziet hoor. Oh, als lekker. Als je werkt bij een Albert Heijn of een Jumbo, maak Oreo poes. En nu een hele leuke. Frikandel poes. Eerst een hapje. Ja, die heb je al genomen. Kijk dan. En die heeft al een hapje van de frikandel genomen. Door midden. Ja. We doen er wat room op. De frikandelpoes. Eeuw. Nou, het is niet heel vies. Nou, ik geef het 4. Ik ook een 4. 4. Wat zouden jullie hiervoor geven? Oké, dan nu. Roze koek. Roze koekpoes. Dus we snijden hem mooi zo door de midden. Valt een beetje uit elkaar. Heel erg. Oeps. Wel lekker. Maar heel onhandig. 9,5. Ja, maar voor onhandigheid weer een 5. Dus ik zou zeggen een 7,5 in totaal. Oké, en de laatste. Eipoes. Plakken we hem dicht. Kijk of dit de uitvinding is die binnenkort in alle winkels gewoon te vinden is. Een 5. Oké. Niet zo lekker. Het is een beetje week. Vond je deze video nou leuk? Abonneer dan en geef een leuke, dikke, vette duim omhoog. En als jullie een leuk idee nog hebben voor onze challenges, laat weten. Want dan gaan wij ze zeker weer uitvoeren. Ja. Tot snel. Doei. Doei. A few moments later. En nu ben ik een beetje misselijk van al die zoete troep. En jij, In, ben je een beetje misselijk? Beetje. Ja. Vooral die frikandelpoes niet doen.